het om niet te weten wat we gaan doen. Nee, ik ben echt een controlfreak. Tot echt het erge aan toe. Dus nu dat ik denk, kak, ik weet gewoon niks. Het zou heel leuk kunnen worden. Daarin vertrouw ik je volledig. Dat is echt, oh, ja, heel volledig. Als je me door modder laat kruipen, ik vind het allemaal prima. Nee, heel dom. Maar we even de reacties. Oh, het is nog 2,5 kilometer, spoel even door. We willen even wel je reacties zien als je weet waar we zeg maar belanden. Oh, wat is paard? Oh, als het iets van paarden is, dan ga ik huilen. Ik ben zo bang voor paarden. Ja, ik ook. Dus zou ik gelukkig. Je kunt het nu gaan lezen. Gevaar schieten. Gaan we schieten? Handboogschutterij. Dude, dit is zo vet. Fucking vet, hoor. Dat is zo awesome. Ik hou van schieten. Ja, nou, we gaan schieten. Wat gaaf. Nou, we zijn dus bij Handboogschutterij Almere. Ik moest het heel goed onthouden. En Soraya is er ook om even bij, Soraya. Wat gaat er door je heen? Ben je gespannen? Ik ben bang voor iedereen hier. Heel goed. Als zijn voor hun leven. Oh, ja, precies. Maar dit is je instructeur. Stel je even voor, wie ben je? Ik ben Dirk Schaap. Ik ben hier bestuurslid, ik ben trainer. En doe dit nu een jaartje of 15. 15 jaar, wauw. Ja, nog actief schutter ook nog eens een keertje. Dus we hebben een actieve vereniging. En we vinden het altijd leuk om mensen te kunnen leren wat het handboogschieten inhoudt. Dat ga jij doen bij Soraya. Ik leg haar in jouw armen, handen, whatever. En sterkte, Soraya. Hoe voelt het met zijn boog in je hand? Ja, heel natuurlijk. Zie je het niet aan? Ik ben zo bang. Ja, veiligheid. Pas op voor je elleboog. Mijn elleboog steekt uit. Aan de binnenkant. Ik kom bloedend thuis. Blijkt dus, Soraya is dus echt een natuurtalent. Want je hebt al gezien, ze schoot al een paar keer echt in de roos. Het is schitterend om te zien. Kijk, de hele lichaam stil, precies zoals het moet. Ik leer het ook maar van de meesten. What the fuck? Kijk gewoon. Soraya, je bent echt talent. Hoe voel je? Vind je het leuk? Vind je het een goede hobby? Ik vind het zo tof. Ik heb vooral heel warm en warm, maar gewoon ook wat de spanning deed het. Ja. Er zijn allemaal mensen, dus ik, ja hoor, sta ik hier met een boog. Mensen uit Jong Oranje zitten gewoon naar te kijken en ze kijken niet eens met Dede. Ze vinden die allemaal goed. Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Maar kijk gewoon hoe goed je schiet. Het gaat echt super vet. Ja, echt heel tof. High five. Wat gaan we nu? Gaan we verder of gaan we gaan een stukje verder? Het gaat moeilijker, gaan we het maken. Oh. Dat wij een talentje hebben gevonden. Ik ben er bang voor. Ja, want je staat je een beetje te vervelen hier. Maar Soraya schiet alles daar gewoon in die roos. Ik sta er niet bij te vervelen. Ik sta ervan te genieten hoe iemand zo kan schieten na zo'n korte periode. Ja. Vind ik heerlijk. Soraya, kan het echt? We hebben de talent gevonden. Het heeft lang geduurd, maar we hebben er op het talent betrapt. Hartstikke goed. Boven schieten. Ja. Nuttig. Dus jij doet het omreden, level je natuurlijk je boog. En we hebben ze hier gewoon wel, ja, normaal liggen. We beginnen hier links met de houten boog. Deze vind ik zelf heel vet, want hij is ook nog heel erg lang. Een soort longbow. Super vet. Hij is ook wel relatief licht, deze. En dan heb je deze. Dit is de bear bow. Dit is ook hout, volgens mij. Maar dan wel iets meer civilized.
Super vet. Dan hebben we hier de recurve. Deze is echt heel zwaar. Deze is van Dirk de teacher. Maar die heeft ook echt helemaal... Kijk dan, vet. Met een richter en zo. Het is gewoon net... I don't know, het lijkt wel een laser pointer, zie je? Super vet. En dan heb je hier, en daar is Soraya nu mee aan het schieten, compound boog. En dit is natuurlijk echt een magistraal mooi apparaat. Kijk ook echt met het vizier hier. Met een waterpas. Nou, dit is gewoon bijna cheaten, weet je wel. Het gaat ook in het begin heel zwaar en dan heel licht. En dan zit hij vast en dan pssch, laat je hem aan. Het is echt super vet. En ze schiet ook met een richter nu, met een trigger. Nu ook echt super tof. Goed. Het is echt bizar. Je hebt echt superveel talent. Het was zo tof. Het is echt bizar. Het is echt... Ja, je was ook echt heel erg goed. Dus ja, als je ergens goed in bent, dan is het al heel snel leuk natuurlijk. Maar en je hebt morgen fucking veel spierpijn. Oh, ongetwijfeld. Ja, ja hoor. Mijn handjes die gaan gewoon de koelkast in, even afkoelen en dan een warm badje. Ik zou inderdaad heel erg veel gaan bijkomen, want dit was slechts stap 1 van de road om Soraya Lara te maken. Soraya, wat was het ook alweer? Solara Croft. Solara Croft. Oh, Solara. Kortom, we gaan binnenkort een nieuwe stap doen. Je weet nog niet wat het is. En jullie ook niet. Maar dat gaan we de volgende keer laten zien in deze fucking vette videoreeks rondom Shadow the Tomb Raider. Jij gaat de ultieme Lara worden. Oh, ik heb er zin in. Ik ben ook een beetje gespannen. Maar dat vooral is... zin in. Goed zo. Doen we oude kleren aan dan, hè?